punt, de boodschap, punt, today. RGB verstrekt ruim 130 grondpapieren aan burgers Paramaribo. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, heeft wensen van ruim 130 burgers van Paramaribo in vervulling gebracht. Deze burgers hebben in aanwezigheid van First Lady Ingrid Boutersen-Waldering, RGB-minister Lekram Sojan, burgervader Mike Nerkus en andere overheidsvertegenwoordigers hun grondpapieren ontvangen. Met alle beperkingen die er zijn, doet de regering alle moeite om verkavelingsprojecten te initiëren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.